Dag, fijn dat je kijkt naar deze nieuwe video van Art and Leisure. Mijn naam is Birgit Mommers en vandaag duik ik graag met u in de wereld van de middeleeuwse boekverluchting. En dat doe ik aan de hand van een van de absolute topstukken van de late middeleeuwen. En dat is het getijdenboek Le Très Richesur du Duc du Berry. Dit boek is een van de rijksverluchte verluchte manuscripten ter wereld met maar liefst 131 pagina grote afbeeldingen. In deze video gaan we het hebben over het belang van dit getijdenboek, over de makers, maar ik wil u eerst even voorstellen aan de hertog die de opdracht gaf. En dat was Jean de Berry. U ziet hem hier aan de rechterkant in deze afbeelding zitten, achter de tafel aan het banket met een prachtige blauwe mantel met goudbrokaat. Deze man was verwant aan de koningen hij was eerst de zoon van de koning. Vervolgens kwam zijn broer op de troon en daarna zijn neefje. Hij was puissant rijk. En hij besteedde zijn geld het liefste aan edelsmeedkunst en aan manuscripten. Hij bracht er maar liefst 300 verluchte manuscripten bij elkaar. En in dit geval, voor Les gaf hij de opdracht aan. Drie jongens uit Nijmegen, drie broers, de gebroeders van Limburg. Hij waardeerde hen zeer. En het is zeer, zeer wel mogelijk dat in deze afbeelding zelfs het enige portret ook van die jongens te zien is. Zo wordt gedacht dat de man hier in de achtergrond met de grijze muts. Paul van Limburg was. Hij had nog twee broers, Herman en Jean, en die staan hier ervoor afgebeeld. Deze jongens die werkten voor de hertog, maar hadden al eerder voor hem gewerkt aan een getijdenboek, Le Belles du Duc du Berry. In dit getijdenboek Zien we een aantal fascinerende kalenderpagina's? Getijdenboeken zijn in feite de wereldlijke tegenhanger van een brevier, een brevier of een brevier, een gebedenboek voor de geestelijkheid. Daarin werden gebeden opgenomen, passend bij de gebedstijden van de geestelijkheid, van de monniken, maar ook bijvoorbeeld psalmen en uh, gebeden voor bepaalde gelegenheden, zoals bijvoorbeeld een dodenmis. De wereldlijke variant, het getijdenboek, zit niet zo vast op die keuze. Dus bepaalde gebeden worden eruit gelaten. Um, we zien dat bijvoorbeeld de psalmen vaak in een getijdenboek afwezig zijn. En er wordt ook veel vrijelijker gekozen voor afbeeldingen. En een zekere mate van rijkdom natuurlijk. Het, maken, het laten maken van een verlucht manuscript is ontzettend duur. Deels door het materiaal, het perkament en de pigmenten, maar ook door de bewerkelijkheid. Want het is natuurlijk niet alleen maar een boekverluchter of een miniaturist die aan het werk is, maar ook een kopiist en een lijnentrekker bijvoorbeeld. En zo ziet je dus dat 300 verluchte manuscripten echt wel een behoorlijk fortuin uh, is. Als we het hebben over. Dit getijdenboek, dan zijn die kalenderpagina's eigenlijk de eye-catcher van het geheel. Tien of twaalf pagina grote afbeeldingen, waarop steeds dezelfde indeling te zien is. In het bovenste gedeelte, zoals hier, zien we een, een, gedeel, een, een geheel met vlakjes, een half ronde uh, vorm met in het midden een zonnewagen. En we zien ook Per maand de twee sterrenbeelden afgebeeld die daarbij horen. In dit geval voor mei hebben we het over de Stier en de Tweelingen. In dit geval zijn de vakjes leeg. Ze zijn gewoon simpelweg nog niet ingevuld. Maar hier kwamen de dagen te staan, maar ook bijvoorbeeld aanduidingen van de stand van de maan. Astrologie speelde een belangrijke rol aan het hof van Jean de Berry. Onder, deze, onder dit kalendergedeelte zien wij afbeeldingen die gaan over de werken van de maand. In mei viert men de komst van de lente. En vaak wordt dat weergegeven door een processie van boeren, maar in dit geval is het een processie van de adel, hooggeplaatste heren en dames die te paard wegrijden van het paleis in de achtergrond. Op andere pagina's zien we echter wel dat er een duidelijke nadruk ligt op de traditionele middeleeuwse werken van de maand, zijnde de werken uitgevoerd door de boeren op het platteland. Zo ziet u bijvoorbeeld in juni het hooien voorbeeld, het maaien en het hooien. En de kracht van de gebroeders van Limburg zit in het naturalisme dat zij meenemen. Zij eh, bedenken bijvoorbeeld heel simpel dat het in juni nog wel eens warm kan zijn. En dat je dan je mouwen opstroopt. En dat je zoveel mogelijk lucht in je kleding probeert te brengen. Dat zien we ook hier heel duidelijk terug. Wat we ook zien is dat de gebroeders van Limburg veel meer bezig gaan met wat er op de achtergrond gebeurt. Echte landschappen gaan maken, herkenbare Franse landschappen met vaak ook een paleis in de achtergrond. Dit zijn de paleizen van Jean de Barry en zijn familie. In dit geval kijkt u uit op het Ile-de-la-Cité met aan de rechterkant uh, de Sainte-Chapelle, die daar op dit moment nog steeds staat. En u ziet hem hier aan de rechterkant. Als we het hebben over februari, dan zien we niet een paleis in de achtergrond, maar wel een besneeuwd dorpje, helemaal passend bij de sfeer van die maand. Het is koud, het heeft gesneeuwd. Er worden bomen gekapt voor het vuur. De schapen staan bij elkaar in de schaapskooi. En op de linker, in de linkeronderhoek zien wij mensen die zich warmen aan een vuurtje. En daarbij de kleding een beetje optillen, zodat het hele lichaam verwarmd wordt. Dit landschap, met uh, eigenlijk die hele sfeer van winter, wordt nu wel gezien als het eerste echte winterlandschap van de Westerse schilderkunst. Als we het hebben over um, naturalisme, dan hebben we het ook voor een fenomenaal oog voor detail dat de gebroeders tentoon spreiden. U ziet hier in de maand oktober dat er geëcht wordt en het wintergraan ingezaaid. En kijk eens naar die erg. U ziet daar dat er een steen bovenop ligt. Simpelweg een manier om die echt dieper de grond in te laten gaan. En een. Een, een waanzinnig detail dat, um, dat toegevoegd is door deze schilders, door deze drie gebroeders van Limburg. U ziet hier overigens in de achtergrond het bijna onherkenbare Louvre um, in een vroegere staat, de Koninklijke Residentie. Toch moeten we ook zeggen dat naast die fenomenale kalenderpagina's er uiteraard ook andere afbeeldingen zitten. Het is immers een gebedenboek. En die gebeden worden dan geïllustreerd met prachtige afbeeldingen. Zo ziet u hier bijvoorbeeld aan bidding van de wijze. Met aan de linkerkant Maria met kind in een stal. Op de voorgrond de drie wijzen of de drie koningen die het kindje komen aanbidden. En zij zijn hier geraakt door de ster te volgen, die aan de linkerbovenhoek te zien is. Naast kalenderpagina's en bijbelverhalen. Zien we echter nog een ander fenomeen terug? En dit is daar een uitdrukking van. We zien hier de astrologische figuur. Ik zei u al dat Jean de Berry een interesse had in uh, astrologie, hij had astrologische handboeken ook in zijn collectie zitten. En in deze astrologische figuur zien we dat de mens is ingedeeld in diverse lichaamsdelen, die dan weer gestuurd worden door de sterrenbeelden. Die sterrenbeelden zijn te zien op de figuur, maar ze zijn ook nogmaals te zien in de mandorla vorm om de figuren heen. Tot slot zijn ze ook nog te zien, terug, uh, zijn ze te lezen in de hoeken en daar zijn ze gegroepeerd. En daar komt in feite ook alles bij elkaar. Zo ziet u bijvoorbeeld in de rechteronderhoek: uh, Kreeft, schorpioen en vissen, de drie watertekens. Daarbij wordt gezegd expliciet: Deze tekens zijn nat en koud. En de mensen die onder dit, uh, onder dit sterrenbeeld geboren zijn, die hebben een aanleg voor flegmatiek, die zijn flegmatisch. En zo zien we dus dat deze astrologische figuur. Um, Richting medische wetenschap gaat. En eigenlijk dus in die zin wat minder goed zou passen in een gebedenboek, als het strikt voor die functie gebruikt zou zijn. Uiteindelijk moeten we helaas wel vaststellen dat het boek niet afgemaakt is door de gebroeders van Limburg. In 1416 kwamen alle drie de broers te overlijden, net als de hertog overigens. En zo kon het gebeuren dat het onafgemaakte verluchte manuscript in diverse handen overging. En er werd dus in diverse periodes daarna nog aan dat manuscript gewerkt. Onder andere door Jean Colombe en door um, Barthélemy Dijk, die deze afbeelding afge afgerond zou hebben. Het boek wordt op dit moment bewaard in het Château de Chantilly in het Musée Condé. En daar kunt u natuurlijk normaal gesproken maar twee pagina's zien. Ik hoop dat ik u verrast heb met nog wat meer afbeeldingen uit dat prachtige getijdenboeklet boeklet Très du Duc de Berry. Mocht u nou langer willen genieten van kunst dan deze tien minuten ongeveer, dan heb ik goed nieuws voor u. U kunt bij Art Leisure maar liefst twee uur lang genieten van kunst als u zich inschrijft voor een van onze webinars. Bent u geïnteresseerd en bent u benieuwd naar de agenda? Dan zou ik zeggen neem een kijkje op de website www.artandleisure.nl/webinars. Voor nu zeg ik in ieder geval dank u wel voor het kijken en heel graag tot een volgende keer en een volgend kunstwerk.